Die speler die weer in Nederland is in ieder geval. Of hij is Iers en gewoon was op 10. Dat is voor Nederland is. Hij zal een wedstrijd hebben verloren, denk ik. Ja, dat is maar plezier. We're going to Northern Ireland. Dus we hebben een Corsa. Ja, een Rosie. Rosie. Ja, en moet je daar. Oh, dat is echt nog wel een mooi bakkie. Is het hem wel? Ja. Nice. This is alright. Dat mag ik, hè, want dit is nog op eigen trein. Ja, we zijn in Ierland. Oh ja, van. Toch. Nice. Hey. Nou, eens kijken wat je allemaal mee hebt. Nee, dat is privé. Oké. Okay. Zo, hou even kijken. Oh, je hebt een keyboard mee. Ja, zeker. Valt er iets op, jongens? Ja, we rijden links. Ja, ik zal wel voor jullie wel te worden. Ja, dus dit is voor mij in ieder geval. Oh, we gaan maar even de lijnen smeren. Dit is voor mij het eerste dat we links rijden. En ik mag niet rijden, ik ben 21, anders had ik waarschijnlijk gereden. Maar ja, Robin rijdt dus nu ook voor het eerst. Het is niet de eerste keer dat ik een links rijdend land zit. Maar we hadden voor het eerst dat je voor het links rijdt, toch? Ja. Ja, dus dat is wel even anders. Ik moet schakelen met links. En gelukkig is er de... Ja, dat zou heel wat zijn als de koppeling zo anders staat. Allemaal. Maar goed, wij zitten in Noord-Ierland. Ja, klopt. Wat doen we hier? Nee, nou ja, we zijn in ieder geval gewoon, er zijn een aantal leuke dingen die gaan zoeken. In ieder geval Robin heeft heel veel leuke dingen opgezocht. Klopt, ik ben hier geboren, dus het is al wel, ik heb hier 5 jaar gewoond. Dus ik werd al donker. Nou, dan moet je het even, de shutter speed gewoon even draaien aan het cirkeltje, dat het wat lichter is. Kijk, nu zie ik hem. Hey. Dus ja, ik ben hier geboren, ik heb hier 5 jaar gewoond, dus ja, het is nu al ongeveer 4, 5 jaar geleden dat ik hier voor het laatst ben geweest met vakantie. Dus ik dacht, laten we even hierin gaan met Zeeman. Ja, Zeeman even laten zien waar ik vandaan kom. Maar in ieder geval ook leuk, heel veel leuke dingen. We hebben de drone mee, daar gaan jullie wel heel veel beelden de drone over zien. We hebben een drone! Ja, ja, ja. Hoe vet is dat? Ja, maar dat wisten jullie natuurlijk nog niet. Nee, we hebben hem al eventjes, zeg maar, niet heel lang. We hebben een aantal dingen al mee geprobeerd natuurlijk. Het zou een beetje onlogisch zijn als jullie mee gaan, even nog nooit geprobeerd. Dus dat, we hebben 2 batterijen kunnen fixen. Dus ja, daar gaan we mooie beelden van maken, denk ik, van de dingen die we gaan bekijken. Yes. Dus we hebben er zin in. Ik heb er zeker zin in. Oh, wacht ik. Oh, sorry. Ik zal hem even terugzetten. Ja, oh, kijk dan wat mooi. Robin is bezig met op zijn concentratie voor het. Nee, gaat niet meer. Nou goed, zijn wielrenners een schild. Nee, het is hard voor de wassers. Maar we moeten niet in zijn 4 zitten. Oh, ik zit in zijn 4. What the shit? Ah, daar heb ik wel. Nu, volg als dat. Ziek idee. Zie jij, hij gaat het aan. Top. Goed, hè. Je moet wel niet links. Je moet je slopen. Wow. We zijn er, ja. We zijn er. Dus dit is het uit. Misschien moeten we even uitstappen. Dat is wel leuk. Begin maar. Ik ben... Dus, ja. Kees Leen is hier nog niet, onze de eigenaar, zeg maar. Maar het ziet er wel echt vet uit, hoor. Het is wel een leuk huisje. Het ziet er heel gezellig uit in ieder geval. Wel aardig. Ja, maar... Oh, ze heeft de sleutel wel ingedaan. Kijk dan. Ja, misschien is ze hier wel binnen. Neem ik aan, toch? Zelf. Je wou ook op slot doen, hè? Het staat gewoon de deur al hard. Ik doe hem wel even. Oké, okay, dus ik heb een sms'je teruggekregen. Oh, en? Welkom in de Verenigd Koninkrijk voor bellen en sms'en. Laat maar zitten, oké. Okay. Dus ja, laten we gewoon even gaan kijken hier. Ja. Nou, zou ik hem in één keer open kunnen krijgen? Ik ga iets makkelijker naar hier. Oké, wacht even. Oh, nu wordt het donker.
Yes. Dit is het huisje, klopt het? Ja, kijk eens. Dit is onze woonkamer. Oh, kijk aan. Oh, ik zal nog even iets lichter zetten. Zo. En ja, hier moeten we het mee doen met koken. Ja, hiermee moet ik daar gewoon even wat eten. Oh, ik zie gewoon helemaal niks. Het is gewoon te donker. Woonkamer. Woonkamer. Kookgebied. Kookgebied, ja. Het ziet op zich. Oh, kijk. Kijk, de eieren. Ik zei toch, we hebben eieren. Oh, ik hou van eieren. Hey, maar we zitten natuurlijk in Nederland nu met die eieren die die kookballen hebben. Maar die hebben wij dus natuurlijk geen last van. Deze zijn nog gewoon vers. Vers, uit de ei. Ja. Die kippen worden hier onder druk gezet. Zo gemaakt. Dus, het is wel laag, zeg maar. Want, kijk, als je ziet. Bijvoorbeeld, wacht even. Kijk, zie je, zoveel van niks. Pas op, hoor. Je camera gaat me helemaal op het licht raken. Oké, wacht. Go! Wow! En alle vliegen komen naar binnen, verdraaien nog aan toe. Nou, okay, wel leuk dat we een achterdeur hebben. De deur is. Goed, hebben wij wat te eten. Oh, holy shit! Zo, oké, ze hebben gewoon gezorgd dat we gewoon bacon freaking bacon. Kaas? Chocola. Ze krijgt echt een top. Zo, inderdaad. Of niet? Oh, kijk, ik heb gewoon bijtgaan. De mix. Hey, dat zijn shit. Oké, wat zijn dat dan? Wat ik in het al heb gelegd. Blok graan. Oh, dat. Oh, en dat doe je dan met melk en suiker. Hoppa. Oké. De tv. De bank. Radio. Wat is dit? Oh, hoe heet dat, man? Je hebt een heel mooi. Goed gesized bed volgens mij. Zo. Bed. Of niet? Dat zit er mooi. Dan hebben we hier. Spiegel. Hi. Hi, de douche. Kijk, was de avond in de wc, douchen. Ah, zich. Mag je hier wel in? Nou, je moet nog steeds met je bukken komen. Ja, hier hoef ik in ieder geval niet te bukken. Deze kunnen we natuurlijk naar boven zetten. Oh ja. Ja, dit wordt hem. Ja, ik moet alleen niet zo. Doen. Oké, nou dan gaan we even verder kijken. Hier is het iets fijner dan ons. Die handvaart is ook laag, hoor. Oh. Ja, gelukkig. Ja. En dan gaan we even verder. Anders dan ik de deur even dicht doen. Oké. Okay. Ja, hoi. Nou, wat is er nog meer te zien? We hebben een foto van de opa van de eigenaar hier. Ja. Oké. Okay. Oh, hey. Kijk. Dan moet ik hier maar slapen, denk ik. Jij slaapt er die andere dan? Ja, prima. Oké. Okay. Leuk. Wacht, pas je hier wel in? Voet helemaal tegen het bed. Pas er net in. Nee, dat gaat niet meer worden. Lekker dan. Wat weer, dat is niet goed. Oh, wacht, we hebben nog meer natuurlijk. Oh! Hey, hier slaap ik dan. Dat is voorbij. Okay. Netjes. Oh. Een flesje, nog een flesje. Hier hangen wel. Dat is hier. Oh, kijk dan! Kijk, zit hier gewoon luchtverfrissers, Nivea en shit. Struikbout, heel handig voor ons. Nog meer. De stofzuiger! Hey, hey. Harry stofzuiger is dat. Of Hendrik, hoe noemen ze die ding? Maar niet uit. Is de stofzuiger. Volgende. Oké. Zo, kijk dan! Gewoon een freaking bad gozer. En een douche. En zo. En een wc! Dat is ook handig. Ja, dat is de tweede wc. Dan kunnen we samen douchen. Op een andere. Ja, precies. Oké, okay, nice. Oh, kijk, zo. Lukt ze allemaal of niet? Gebruik waarschijnlijk helemaal niet, maar aan jou. Nou, laten we eens buiten gaan kijken anders. Ja, weet je hoeveel ruimte dat die jongens heen hebben? Kijk toch. Kijk, we hebben zijn eigen paard, we kunnen nog paard. Zullen we eens even kijken bij het paard? Ja, gaan we niet. Heb je het paard gereden? Nee. Ik volgens mij wel een pony. Bijna paard. Ja, yeah. Half paard. Maar waar wonen die mensen dan? Verderop, denk ik. Kom maar. Misschien moeten we daar zo meteen even langs. Hallo? We zijn niet in de grote paard. Yes. Hallo? Ja, ik heb al zo'n paard. Hallo? Hallo? Warm beest. Een boerengeurtje. Ik weet dan wat ze daar hebben gemaakt. Gewoon stenen en dan bloemetjes. Stoortcirkel! Zo'n groot villa-huis, zeg maar.
met de stal en zo. En er boomde nog een paard van. Zag je dat? Wat? Nee? Daar liep een groot beest. Maar niet een beest van die heb je op een boerderij. Maar echt met een lange staart, met een donzige staart. Als jij via deze kant via de boom gaat, ga ik via deze kant. Die achter de boom? Ja. Ja, of hij is naar boven geklommen. Ik zie hem niet. Nee, ik zag echt de staart. Dit is hoe voor ons, hè? Ja. Shit. En daar gewoon, daar en dit. Een tafel! Holy shit. Ja, we kunnen nog buiten. Dus. We kunnen in ieder geval nog onze kleren ophangen. Ja, dat moet ik misschien even een beetje. Het is helemaal niet fris. Maar kijk, ze hebben gewoon. Ja, ze hebben al gras gemaaid, alles klaar in principe. We kunnen zelfs de afwas doen. We kunnen zelfs naar binnen kijken. Zien jullie mensen wonen? Achter gewoon erbij. Het is gewoon van ons. Oh, wat prachtig. Oh, nee. Oh, kijk. Er is gewoon binnen veel zingen zitten. Oh. Oh. Ik vind het wel netjes terrein hier zo. Dit is echt vet. En daar kunnen we badminton. Laten we even verder kijken. Nou, zo is het nog. Nou ja, doe ze. Kijk, ik vertrouw het niet. Wie weet, we vragen het. Goed, tas uitpakken. Let's go. Ja, dat is wel het handigst op zich, ja. Ja. Dat is één. Ja, ga je nog wat doen of wat? Ja, ik ben aan filmen. Nou, we hadden dus bijna geen auto. We kwamen eraan. We hadden eentje bij Sunny Cars geregeld. Maar omdat je hier minimaal 23 moet zijn om een auto te huren. Ja, met een iets grotere auto. Iets grotere auto blijkbaar. En als je echt een grotere auto wil, dan moet je 15 of zijn. Dus we hadden bijna geen auto. Hij zei al van ja, ik kan je niks geven, je moet echt iemand anders zoeken. Dus nou, gelukkig was er nog iemand, een vrouw daar met een boekje met allemaal regels en zo. Dus we hadden uiteindelijk een Opel Corsa'tje gekregen. Dat kon dus wel. Het was even spannend, maar we hebben uiteindelijk dus toch eentje gekregen. Dus nu gaat Steven even Sunny Cars bellen. Ja, want omdat we hebben nu een kleinere auto gekregen, omdat die grote auto dus blijkbaar niet mee mocht. Maar goed, Sunny Cars heeft ons gewoon verteld, of ja, gezegd, want wij mochten die grote auto. Dus dan gaan we even bellen. Oké, Stefan, je hebt net gebeld. Ik heb net gebeld, ja. En ze zeiden van... Ja, dat is heel raar, want bij ons stond gewoon in het systeem dat wij gewoon die Astra mee mochten krijgen. Dat was de grootste auto, zeg maar, die nog mocht eigenlijk. Zodra ik terug was, moest ik even terugbellen. Er werd nu een notitie gemaakt en dan werd als goed het verschil gewoon overgemaakt. Dus we krijgen het geld terug, oh, wow. Wat wij eigenlijk voor de Astra anders hadden moeten betalen. Dus ja, nou, dat is goed, krijgen we alles terug. Nice! Ja. Box. Oude. Overbelicht. Nice. Nou, nu maar eens even wat eten gaan halen dan. Ja, hoi. Daar ben ik Hallo. Weer. Hoi. Ja. Hi. Hi. Dus we zijn nu onderweg. Oh, zit hier is het alweer bij. Wat? Waar? Daar is het al. Oh. We zijn nu in Magreveld. 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 Hier ben ik geboren. Hier is Robin dus geboren. Niet in de Tesco's. Maar... ja, Tesco's, dat is dus de supermarkt waar we nu heen gaan even wat eten halen. Voor vanavond ook. Ik moet er nog steeds even aan wennen dat alles andersom is natuurlijk, met links rijden en de andere kant van de rotondes nemen. En voorrang is hier helemaal raar, je geeft gewoon voorrang aan degene wat de grootste weg heeft, zeg maar, de belangrijkste weg. Degene links of rechts of zo heeft voorrang. Maar ik denk dat het even handig is als we even wat eten en drinken gaan halen. Ja. Dus alles was in ieder geval geregeld. We hebben nog geen, haar nog niet gezien, zeg maar, de eigenares. Maar voor de rest alles goed voor elkaar tot nu toe, dus dat is ja. Mooi. Dus we hebben boodschap gedaan. Hoi! Hoi! We hebben boodschap gedaan. Het viel op zich mij, hoe was het nou? 38 pond. 38 pond. Ik ga gewoon. Dus het valt op zich mee. We hebben sowieso voor volgens mij minimaal 4 dagen. Dus dat is op zich nog wel redelijk te doen. Althans, ik had meer verwacht. De eerste keer in Noorwegen was het ook gelijk 60 euro. Voor 3, 2 dagen. Maar dat was natuurlijk een wat duurdere winkel.
Dus ik had zo ik had de gedachte van, oh nee, het gaat nu weer veel kosten. Maar we hebben nu voor vijf, zes dagen hebben we nu 38 pond aan eten. Vijf, zes? Vijf, zes. Dus like it, man. First take, first try. First take, first try. Ja. We gaan de drone tentoonstellen. Nu. Spannend hoor. Komt ie, hè? Oké, dus dit hebben we zelf gemaakt, zoals verwacht. Want hiervoor is nog niks. Voor deze bepaald soort type omgebouwde drone. Wat is het? Wat is het? Het is de Phantom 3 Pro. Omgebouwd alleen. Naar Mavic. Kijk. Is ideaal, of niet? Het scheelt gewoon heel veel ruimte. Hoppa. En denk je van, hé, moet je zo vliegen? Nee, hoor, nog propellers op. Mooi. Wow, shit. Doet hij het al? Wij zouden het tot nu moeten verbinden. Ja. Dat is gek. Zeker dat je de gaffels vindt. Ik vond het heel grappig. Oké, andersom nu. Met een neus facedown. Oké, dames en heren, dan gaat ie. De lucht in. En hoe is het daarboven? Minder. Oké, dus we gaan nu naar de Log, ja. Het grootste meer in de, in de British Isles. British Isles, ja. Dus, dat is mooi. Mooi. Maar dit is dus eigenlijk een vee, die komen dus eigenlijk alleen voor mensen die hier wonen, zeg maar. En wij nu. Hey, een bankje. Ja, dat is een privébankje. En daar is het al, dames en heren. Dus zullen we hier maar eens even kijken in de droom, denk ik. Op voor mij. Hè? Het is gigantisch, gozer. Ik weet niet of je het kan zien. Nee. Ah, never mind. Wow, inderdaad. Zo. Holy shit, dat is gewoon hiernaast, of niet? Ja. Wow. We hebben een bruggetje daar. Nou, dat is omdat nog die kant even oplopen. Oh, shit. We hebben eigenlijk met Kathleen gesproken. En
het blijkt daar dat we blijkt dat we nog een shed hebben. De zee? Oké. Maar wacht, er was achter, hè? Badminton! Badminton rackets. Ja. Zeeman? Ja. Oh, we gaan badmintonnen. Hey, we hebben dan. Ja. Okay. Komt hier toch niemand? Join us voor de volgende dag, dat is morgen voor ons, waarschijnlijk volgende week voor jullie. En dan zien we hoe het verder gaat. Zeker. Ik denk dat dat een mooie afsluiting is voor vandaag.